Hi beautiful, ik ben weer terug bij jullie met mijn update op weg naar de verkiezingen. Yes, een paar weetjes. Er zijn ondertussen 28 partijen die mee gaan doen aan de verkiezingen. 28 partijen, dus heel veel om uit te kiezen. En vandaag ga ik het heel kort ook hebben over de PVV, die bezig is met zijn verdeel- en heerscampagne. En ze willen dus eigenlijk, naar mijn idee, de islam en de mensen die geloven in de islam in het negatief daglicht zetten. Vanuit mijn gevoel ervaar ik mijn vrienden en kennissen die islamitisch zijn als de meest vriendelijke mensen die er zijn, weet je wel. En ook daar kan de PVV wel wat van leren. Zo hebben ze afgelopen weken ze wel een lesje geleerd. Wat de heer wilde, ze wilde namelijk reclame maken in Rotterdam. Hij wilde plaats op een tram, stop de islam. Maar de RET zei nee, meneer Wilders, dat gaan we niet doen. En ik kan hun daarvoor applaudisseren. Ik zou zeggen, in de woorden van meneer Wilders, laten we Nederland great again maken en Lauwe onze multiculturele samenleving omarmen en elkaar accepteren. Met elkaar in gesprek gaan, meer van elkaar leren en wederzijds respect hebben, ongeacht geloof. Dat is mijn boodschap voor deze week. Ik ben volgende week bij jullie terug. En je weet toch, laten we allemaal gaan stemmen. We can make a difference and make Nederland great again.